eind van het jaar wil ik in de top 32 van de wereld staan. Tot een paar maanden terug had hij nog een kantoorbaan. Maar inmiddels is darter Gian van Veen uit Poederooien fulltime prof. En trainen, dat doet hij op een bijzondere locatie. Welkom in mijn trainingskamer en tevens ook mijn slaapkamer. Ik denk dat er weinig profs zijn die trainen in hun slaapkamer. Ja, die zijn er inderdaad weinig. En zeker nog bij vader en moeder thuis. Maar ja, zo doe ik het eigenlijk al vanaf kleins af aan. Dus voor mij is dat heel fijn zo. En het gaat hartstikke goed. Pas 21 jaar is hij. En hij is het grootste dartstalent van Nederland. Vindt ook de belangrijkste dartsbond ter wereld. Die hem dan ook beloonde met een bijzondere prijs. De beste nieuwkomer van 2023. Het is mijn eerste jaar bij de PDC en dan meteen de beste nieuwkomer te zijn. Dat is zeker een resultaat waar ik heel erg trots op ben. De nummer 40 van de wereld legt de lat voor zichzelf hoog. Eind van het jaar wil ik in de top 32 van de wereld staan. Durf je al verder vooruit te kijken en dromen? Ja, maar nog niet voor dit jaar. Maar natuurlijk, uiteindelijk het doel is om ooit een keer wereldkampioen te worden. En over kampioenen gesproken, Gian wordt al vaak vergeleken met drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. Natuurlijk is het altijd mooi om met zo iemand waar je eigenlijk vanaf kind af aan al tegenop kijkt om daarmee vergeleken te worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat druk met zich meebrengt. Ja, zeker. Tuurlijk, als het dan even wat minder gaat, dan hoor je al vaak ook wel mensen zeggen, ja, zie je wel, het is ook een eendagsvlieg of zo. Maar dat, ja, inderdaad, het geeft wel wat druk, maar ja, ik zie het vooral als eer om met zo iemand vergeleken te worden.